Want in Duitsland was er 2 jaar terug 29% van de energie die van windenergie kwam. Dat is teruggelopen tot 22. Niet omdat men windmolens heeft weggedaan, maar gewoon omdat er in die periode onvoldoende wind was. Om dat volledig te benutten. Dus je moet, wat betreft, hoe zou ik zeggen, de onderbouw van je energievoorziening, blijft het zo dat je moet opletten met hernieuwbare energie. Ik ben absoluut voor hernieuwbare energie. Maar je, intussen dan dus Duitsland heeft dat eigenlijk kan? Duitsland heeft eigenlijk 2 fouten gemaakt. Mevrouw Merkel heeft 2 kapitale fouten gemaakt. Ze heeft inderdaad die afhankelijkheid van Rusland verder laten oplopen. En ze heeft die kerncentrales gesloten. Puur toeval. 12% van de Duitse energievoorziening komt van Russisch aardgas. 12% was de energievoorziening die kernenergie. Als men vandaag die kerncentrales nog open zou hebben, zou er voor Duitsland nauwelijks een probleem zijn. Maar helaas zijn we 2 stations verder.